Hey, mijn naam is Mitchell en je kijkt naar Skillswap. En in Skillswap staan er elke week twee studenten uit een verschillend vakgebied tegen elkaar. Vandaag doen we dat hier bij MBO Utrecht. En we gaan nu op zoek naar onze eerste kandidaat. Je schrok, ik zag het. Dames en heren, we zijn natuurlijk op zoek naar de eerste kandidaat van vandaag. Hier hebben wij Robin en Jette. Robin is een heuse danser en Jette studeert verpleegkunde. Moet ik me nu zorgen maken? Kijk, dit is een hint. Dit is een hint. We zijn goed. Dans. Dans. Oh, er staat Utrechtse Dans Academy. Nou, we zijn sowieso goed. Ja. Ze zijn niet aan het dansen. Ik kan niet dansen. Dag allemaal. Wat zijn jullie vroeg actief, zeg? Hey, ik ben vandaag op zoek naar Robin. En denk ik, zie ik de camera binnenlopen. Ik denk, oh nee, nu moet ik dansen. Dus ik ga gewoon doordansen. Ja, wij zoeken Robin. Ik dacht, dat ben ik. Ik heb Robin gevonden. Hey man, hey. Mitchell. Goedemorgen. Jij zit vandaag in Skillswap. Nou, hartstikke leuk. Jij weet natuurlijk helemaal niet wat je gaat doen. Nee, maar wat ik je nu wel ga vertellen is dat je je spullen moet pakken en dat je met ons meegaat. Oké. Ben benieuwd. Mooi zo. Ja. Goeie zaak. Nou, dan doen we even met z'n allen Skillswap. Maar nu echt met z'n allen Skillswap. Lekker. Hier gaan we Jette overvallen. Jette doet dit met zorg. Ik heb helemaal geen idee waar Jette is. Oh, gevaarlijk. We gaan naar binnen. Dus echt geen idee waar Jet is. Jet? Jette? Nee, ik denk niet dat ze hier is. Daar? Hier. Spannend, daar gaan we. Goedemorgen allemaal. Hey, hallo. Ik ben op zoek naar Jette. Ja, ik heb Jette gevonden. Hey. Hoi. Mitchell. Jette. Goedemorgen. Jij zit vandaag in Skillswap. Skillswap, oké. Okay. Ja. Als ik dan aan jou vraag, welke studie zou je nou niet willen? Ik ben niet zo goed in techniek. Ik denk niet dat ik dat helemaal... Ik zou zeggen, pak lekker je spullen, want we gaan nu gelijk daarheen. Mooi, ik heb mijn kandidaat gevonden voor vandaag. Ik heb naast me zitten Jette en Robin. En ze weten allebei nog niet wat ze doen. Robin, zou jij ons misschien kunnen vertellen welke opleiding je doet? Ik doe een dansopleiding, dus jij gaat vandaag lekker dansen. Oké. Kan je een beetje dansen, Jet? Dat is spannend. Maar goed, jongens, dat is de ene kant. Nu gaan we naar de andere kant. Jette, kan jij Robin vertellen wat voor opleiding je doet? Ik doe verpleegkunde en je mag gaan injecteren vandaag. Wat? Sorry. Dat is wat? Oh, dat is met naalden toch en zo? Oh ja, zeker. We gaan er gewoon nu heen. We gaan nu gewoon meteen naar die opdracht toe. Spannend? Ja. Ja. Lieve Jet, we staan nu echt in jouw domein. Ja. Ben je hier vaak? Ja, regelmatig. Naast mij staat onze vakdocent van vandaag, Walter. Walter, vertel, wat is de opdracht? De opdracht is intramusculair injecteren. Dus... injecteren. Ja, we gaan inderdaad intramusculair injecteren. Jet gaat het nu voordoen. Let goed op. Okay. Mooi, kijk eens. Keurig, mooi. Jongens, ik zou zeggen, we gaan zitten. Vandaag is de bedoeling dat Robin gaat prikken. Het is vooral belangrijk dat Robin netjes zijn handjes desinfecteert. En dan goed opletten welke naald hij wanneer gebruikt. 2 millimeter doen we. Milliliter, sorry. Eerst de dikke, dan de dunne. Goed onthouden. Ook moet hij ervoor zorgen dat alle belletjes uit de spuit zijn... en dat hij de naald in een vloeiende beweging in de spier prikt. Ik ben benieuwd. Dit was het. Ja. Dit is de opdracht. Nee. Nou, nee, Rob, je mag niet meer verder kijken. Nee. We gaan swappen. Dat was het. Let's swap! Jongens, we zijn dus geswapt. Ondertussen zit er iemand bij ons. Vertel, wie ben jij en wat kom je doen? Ik ben Reno en ik kom Robin supporten. Heel goed, Reno. Heb je het nodig, denk je, Rob, support? Mentale steun is altijd handig. Nou ja, goed, de jury zit er ook klaar voor. Mooie punten waar je dus op gaat letten. Goed, Rob, je krijgt van mij nu 3 tips. Okay. Let op, 1 is een leugen. Met een rode naald zuig je de injectievloeistof op. Vraag de patiënt zijn spier aan te spannen bij het injecteren. Wanneer je geïnjecteerd hebt, klik je direct het beschermhoesje over de naald. Dat waren de tips. Ik zou zeggen, Rob, je gaat nu beginnen. Start, zet hem op. Go, okay. Go. Als allereerste. Moedig maar. Handen wassen. Kom op, Robin. Hey. Robin. Ik pak de spuit op. Oh. Ja. En dan heb ik de rode naald nodig. Hoe gaat dit open? Ja, ja. Rob, dat je moet opletten. Het leek zo makkelijk. Ja, dan ga je al. Zie je, dat doen ze altijd. Ik moest 2 milliliter opzuigen.
Ja, daar gaat het. Oh, kijk hem, ga je. Oh, goed opgelet wel. Ja, en dan had je de... Oh! Dit moet dan in de... Ik heb het eigenlijk een beetje gezien als danspasjes. Als in, oké, zo. Oké, nu ga ik hetzelfde doen. Hop. Oké. Je gaat als een malle, Rob. Ja, ik weet het. Jury, waarom doe je eigenlijk nou dat tikken dan? Komt dan die bel omhoog? Ja, de bedoeling is dat die bel omhoog gaat, zodat je de lucht nog eruit kan halen. Je maakt me zenuwachtig. Ik vind het ook echt oprecht. Hij zit! Oké, en dan tot hier. Ja? En dan moet het erin. En dan ga je. Oké, twee handen. Dan gaat hij. Oh. Dat was het. En nu met de vloeiende beweging. Ja. Oh, dat ging. De hele arm ging mee. De jury heeft het niet gezien. Nou, houdt uw arm stil. En dan nu? Ja. Voor hygiëne. Heel goed! Oh, mooi, je benoemt het ook. Goed zo. Top! De swap zit er dan nu op. Dan... Ik denk het. Oké, ik kan hier niks meer doen. Hey. Goed, applaus, geef hem applaus. Robin deed het best wel goed. Vond ik, daar verbaasde ik me wel over dat iemand die het nog nooit gedaan heeft, die het dan in één keer zo goed doet. Jij hebt je swap nu gedaan. Ik heb mijn swap nu gedaan. Dan gaan we nu naar de volgende swap. En dat is natuurlijk naar jouw domein. Zo. Ja. Naar de volgende swap. Oké. Van de verpleegkunde staan we nu opeens in het domein van Robin. Robin, vertel, waar zijn we nu precies? Dit is de nieuwste danszaal en hier gaan we lekker een dansje doen. Ik kijk heel even snel naar Jet. Je gaat dus zo meteen een dansje doen. Ja, ik ben benieuwd wat voor dansje. Oké, nou ja, gelukkig hebben we iemand die het goed gaat uitleggen. Ik loop even naar je toe, Ruben. Jawel. Jij bent hier de jury van vandaag. Vertel, wat gaat Jet zo meteen moeten doen? Jet, jij gaat in de stijl urban, ga jij 4x8, krijg je aangeleerd. En jij gaat die zo goed mogelijk uitvoeren. Zeg me echt niks. Snap ik. Dat dachten we al. Nou, Jet, geen paniek. Mm-hmm. Want al deze dames hier, die gaan het nog één keer goed voordoen. Ja. Met Rob, dus let goed op. Ja. Want daarna moet jij natuurlijk meedoen. Ja, ik zag die meisjes hier dansen. Ik dacht, kom mee. Ja, Jet, je gaat dus dansen. En dit is hoe het moet. Makkelijk, hè? Jet? Wat een geweld. Nou, Jet, zet hem op. Ik hoop dat je goed hebt gelegd. Oh, man. Jet danst dus in de stijl urban. Dit kan dus in de vorm female of male. Mannelijk en vrouwelijk dus. Robin moet dus zelf ook een beetje opletten. Voor sommigen is het maar beter de dans te ontspringen. Al zeg ik het zelf. Bah! Zo, op! Zo, wat een lekkere dansmove. Jet, je gaat het dus nu voor het echtje doen. Maar je krijgt van mij nog 3 tips. Een van die tips is een foute tip. Maar dat is dus aan jou welke je wel gelooft en welke niet. Goed, we gaan beginnen. Tip 1, verdeel je energie. Tip 2, word niet onzeker van de dansstof. Tip 3, vertrouw op jezelf. Voel je een danser. Die vind ik mooi. Fake it till you make it, hoorde je net misschien al, maar gewoon... Nou, de jury let ondertussen ook op. Jet, zet hem op, jouw swap gaat nu in. Doet het goed? Het doet het heel erg goed. Ja, voor de eerste keer en zonder ervaring vind ik dit heel erg knap. Ja. Lekker, Jet! Ik vind het sowieso heel lastig om die pasjes te moeten volgen en dat te onthouden. Maar op zich, heb ik heel het pasje gedaan, volgens mij. Heb ik alles gedaan. Fantastisch, Jet! Ja, dat is wel goed. Hoe vond je dat ging? Weet ik niet. Ik ben heel slecht in de hele tijd onthouden wat ik hiervoor gedaan heb. Ja, dat is niet zo handig met dansen, hè? Dat is een beetje lastig. Dat is heel lastig. Nou ja, goed, Rob komt er ook even bij. Hoe vond jij dat ze deed? Ik vond dat ze het goed deed. Ja, ze pakte... In het begin was het een beetje moeilijk, moest je er even inkomen. Logisch. Maar naarmate het gewoon steeds verder ging, deed je het ook steeds beter. Mooi. Voor de eerste keer.
Oké, dames en heren, de jury gaat nu in beraad. En dan komen we zo meteen bij jullie terug. En dan weten we wie de winnaar is van de skillswap van vandaag. Oeh, spannend. Ik begreep dat Jette niet veel ervaring had met dansen. Dus ja, dan is het ontzettend moeilijk om ineens in een stijl met allemaal meiden om zich heen te gaan dansen. In een kwartier dat leren vind ik best wel knap. En voor in een kwartier is het best wel goed gedaan, vind ik. Hij doet het voor het eerst, hè. Dus, en hij heeft het één keer gezien. Dus in die... Voor de minimale ervaring die hij heeft, heeft hij het gewoon heel erg goed gedaan. Het is natuurlijk zijn eerste keer. Dus als ik het zie, want ik heb het natuurlijk niet gedaan, ik denk, oh, hij doet het goed. Maar volgens mij ging het ook echt wel goed. Alleen op een gegeven moment moet de naald erin en dan moet je hem eigenlijk wel even goed fixeren. En dan zag je dat hij nog een beetje stiekem zat door te duwen. En dat is een beetje pijnlijk voor de patiënt, dus dat willen we dan weer liever niet zien. Als ik het even een beetje vergelijk en ik kijk naar, het is nog steeds een competitie, heb ik toch wel echt gewonnen deze. Ik vond eigenlijk dat Robin beter was, maar ik moet mezelf natuurlijk een beetje ophemelen. Ik denk dat Robin dan toch wel beter was. Goede supporter ben ik, hè? Ik denk dat het heel lastig gaat worden wie er wint. Oh, lieve mensen. Wat was het weer een spannende swapdag vandaag, hè? Jet, ja. Vond je het ook zo spannend? Ja, heel spannend. Rob, vond jij het ook spannend? Op zich wel. Ja, goed. Ja. Ik heb hier het jurycommentaar. Dus dan weten we zo meteen wie de winnaar is. Goed, lieve Jet, ik begin bij jou. Een pluspunt, je had een goede uitstraling. En je laat je niet uit het veld slaan. Nou... Ja, netjes. Maar minpunt. Mooi meegenomen. Het is wel belangrijk als danser dat je het verschil weet tussen links en rechts. Ja. Dat is wel een dingetje. Dat is wel een dingetje. Robin, ja? De jury heeft ook wat over jou gezegd. Ja, zeker. Je had een pluspunt dat je erg hygiënisch werkt. Oh, top. En veilig. Hey. Dat is belangrijk. Een minpunt is alleen dat je minder dan 2 milliliter hebt geïnjecteerd. Dus dat is wel een dingetje. Dames en heren, er kan er vandaag natuurlijk maar eentje winnen. En de winnaar van deze aflevering Skillswap is geworden... Robin! Ja, je trofee! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Jet, ook goed gedaan. Oh, kijk eens, de felicitaties gaan rond. Vond je het nou een leuke aflevering van Skillswap? Doe dan een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat er nu. Wil je toevallig opgeven voor Skillswap? Dat kan. Ga dan even naar skillswap.nl. Ah, ja, daar zit al die... Ik ben gek op confetti. Lekker. Echt leuk. Lekker, Rob. Vond je het nou een leuke video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En wil je jezelf nou graag opgeven voor Skillswap? Doe dat dan even via de link hier beneden. Wil je nou meer zien? Klik dan even hier. En wil je abonneren? Klik dan even daar.